Verantwoordelijk voor de nieuwe natuurgrasmat bij Almere City FC is deze groundsman Jan Jong. Hij verzorgt dagelijks met minutieuze precisie het gras in het Jammerstadion. De natuurgrasmat ligt er nu bijna een halfjaartje in. En volgens de groundsman houdt het gras zich prima. Als ik nu kijk naar de tijd van het jaar, het is nu de laatste paar weken is het heel erg koud geworden. Het veld houdt zich goed. Spelers zijn positief, staf is positief. En het eerste elftal en tweede elftal erop. Ja, daar heb ik nog geen reden tot klagen. Beter dan verwacht? Absoluut. Het is altijd heel spannend hoe houdt een grasveld zich onder deze omstandigheden. Qua belasting. En het is voor mij ook allemaal nieuw ontdekken van wat kan er allemaal gebeuren. Wat kan er allemaal bekijken. Het veld presteert eigenlijk boven verwachting. De fieldmanager is dagelijks te vinden op de grasvelden bij Almere City en luistert met name naar de feedback van de spelers. Het zijn eigenlijk mijn belangrijkste klanten. Die geven aan van voetbalt het goed, hoe is de bespeling, is het niet te snel, is het niet te langzaam, te stroef, is het gras niet te hoog, is het niet te laag, is het niet te nat, is het te droog. Dat soort dingen, dat zijn mijn referentiepunten en die zijn allemaal positief. Wat is de meest gehoorde feedback? In het begin is dat gras niet te lang. Maar dat was meer omdat het gewoon heel veel gras op staat. Een hele hoge grasbezetting. En dan lijkt het lang, terwijl het eigenlijk in de praktijk wel meevalt. En dat is voor mij ook te kijken. Een reden om te kijken van hey, wat kan ik daaraan doen? Moet ik toch ietsje korter maaien? Of juist korter voor de wedstrijd? Ja, dat zijn allemaal praktijkdingen. Almere City maakte afgelopen zomer als eerste club in het betaalde voetbal de overstap van kunstgras naar natuurgras. Mede op instigatie van de staf en de spelers. En die hebben voorlopig nog geen spijt van hun keuze. Als ik luister naar de spelers van het eerste en van het tweede, ja, die willen eigenlijk niet meer terug naar kunstgras. En ja, dat is heel mooi. Ja, het mooie weer zit er nu wel een beetje op, hè? Met veel zonneschijn. Dat zijn eigenlijk de makkelijke maanden voor de groundsman, voor de field manager. Nu komen de echte cruciale maanden eraan, hè? Van kou en regen. En dan is het maar de vraag hoe de mat zich gaat houden. Dat zeg je helemaal goed. En dat zijn echt de omstandigheden waarbij ik met mijn expertise en mijn achtergrond plus de ondersteuning die ik erbij krijg, kunnen we kijken hoe ik het verschil daarin kan maken. Als het op 1 maart goed is, dat is een beetje het streven, dan is eigenlijk het seizoen wel geslaagd. Meestal in maart is het meestal de omslagmaand naar het voorjaar. Als het dan goed is, dan is het seizoen eigenlijk al goed. Sinds deze week heeft Almere City de beschikking over een moderne lichtinstallatie die in deze donkere wintermaanden zijn werk moet doen. De doelgebied naast het hoofdgebouw die staat vrijwel altijd in de schaduw, zowel in de zomer als in de winter. En proberen we het lichttekort die het dan heeft op te heffen met deze grote lichtunit. En daar heb ik in het verleden ook heel goede resultaten mee gehad. Het is ook een systeem, een beproefd systeem, wat eigenlijk over de hele wereld gaat. Dus ja, daar heb ik alle vertrouwen in dat een stukje kwaliteit gaat leveren. Enorme bak licht op die grasmat. Hoeveel uren branden die lampen nou op deze grasmat en op dit specifieke gedeelte van het strafschopgebied? Hij gaat voornamelijk 's nachts aan. Maar goed. Ja, dat probeer ik zo. Aan de ene kant probeer ik daar de stroomkosten in de gaten te houden. En aan de andere kant moeten we daar wel rendement van hebben. Kijk, vandaag was het een hele mooie dag. Dan kan hij overdag gewoon uit. Maar goed, als het echt een hele dag koud is, ja, dan ben ik niet te beroerd om hem langer aan te laten. Ja. Als je hier s'avonds op de Hoge Ring rijdt, dan zie je een mooi verlicht strafschopgebied van Almere City FC. Ja, het is een beetje de kerstgedachte. Het is in de donkere dagen toch een beetje licht laten zien.